de deur te verstevigen, heb ik nou een balkhemmer opgehaald. Dit is Douglas hout. Hoe noemen ze het nog meer? Er is nog een woord voor. Douglas nek. Kan het zo niet opkomen. Douglas en nog iets. Maar goed, en, dat is hout wat ook heel lang goed blijft. En dat komt hier nou op deze balk, gaan we dat oplijmen. En dit is namelijk, ja, zeg maar, de fundering van de voorgevel. Ja, dus het kozijn komt hierop. En dat komt namelijk een stukje hoger dan deze. Want het ras komt hier. En dan moet deze iets hoger, zodat er geen water naar binnen loopt. Maar hij is iets aan de brede kant. Dus ik ga er eerst even een stukje afzagen. Dat alles op mankracht. Ja, ik heb een cirkelzaag, maar ik hoef maar twee van die stukjes af te zagen. Ik denk, dat ga ik nou niet doen. Dus ik hoor dit met de handzaag. Van dit hout, het Douglashout, daar hebben wij een terras gehad in de laatste woning. Hè, waar we hadden. Ja. Een vrij groot terras was dat. En dan hebben we 10 jaar lang hebben we dat gehad. En toen we daar weggingen, toen was het nog hartstikke goed. Dus we hebben hier wel vertrouwen in. Die kleren staan ook veel mooier bij de boot, hè? Of niet? Ja, lijkt beter. Heb je in de weekvlog kunnen zien, hè? Dat we dus weer een andere werkkleding hebben, een andere kleur. Zo. Kijk, nou zie je de originele kleur ook weer, hè? Dat, een beetje dat roze, hè? Nou, dan gaan we eens even kijken of het past. Net niet? Een millimeter, twee. Oh. Ja, dat valt tegen om daar maar af te krijgen. Het is bijna niet, hè? En met schaaf. Hey, kijk wat hier zit. Hier. Aan de onderkant ook iets open. Ja. Dus je moet hem eigenlijk aan deze kant hoog houden, net zoals hier. En dan eraan tussen slaat, zeg maar. Moet passen. Maar dat ligt eraan, doordat deze balken zijn een klein beetje krom geworden, hè? Ja. Dus dan gaan we hier heel iets afhalen. Zo. Het is dus eigenlijk alleen maar aan de bovenkant, hè? Ja, hieronder past hij wel. Het is net deze kant eventjes. Maar goed dat we laatst een nieuw setje bijtels hebben gehaald. Best wel hard hout. Zo, kijk naar de andere kant. Als je dit zo ziet, dan lijkt net of die scheef gezaagd is, zie je dat? Ja. Is niet zo, hij is wel recht, maar hij is aan de, zeg maar, deze die loopt een beetje zo. Dat komt door het droge weer, denk ik. Misschien kan het ook met de zaag.
En ik haal er niet gelijk zo heel veel af. Je kunt er niet wat bij aanplakken, hè? Nee, een beetje lastig, hè? Ja, die nerf een beetje zo. Zo een beetje schuin. Nou, eens even kijken. Ja, die kant is erin gegaan. Daar is hem. Voilà. Kijk eens, daar zit hij hartstikke mooi stevig zo. Alleen dan gaan we hem wel even verlijmen. En een paar lijmtangen erop. Ja. Mooi gelukt, hè? Ja. Ik zal even de lijm pakken en de bouw eraf. Oh, ik kan het niet meer af. Zo, hier even wat meer. Even de taart versieren. Ja. Kijk, nou krijg je één stevig geheel hè, van die beide bouwen, hoop ik tenminste. Deze kant ook even. Lijkt wel mosterd. Ja, inderdaad. Lekker, knakwas met mosterd. Ja, even een beetje bijtikken. Ja, ik zet eerst de lijmtang erop. En dan tik ik een beetje bij. Ik moet even nog iets verder daarin. Zo. Kijk nog, deze lijmtang past. Ja, echt precies. De lijn komt er al uit, zie je dat? Ja. En datzelfde doen we ook even aan die kant. Want aan die kant ligt al klaar. Ja, daar komt namelijk ook zo'n bal, daar komt namelijk ook een deur. Hè. Dus aan de voorkant komt hier een deur. En dan is dit het midden. Komt de deur aan deze kant. Maar hij moet namelijk, vanwege het schuine dak, moet hij ook helemaal open kunnen. Dus dan moet je het, zeg maar, dat hij open staat, dus de deur en het kozijn naast elkaar, zo moet je het dan zien, dat moet dan in het midden komen. Dus het scharnierpunt van de deur komt dan hier in het midden van de boot. Dat is de bedoeling. Nou, die andere kant nog even. Zo. En de achterste zit er ook op. Dus hebben we beiden klaar.